Wij zijn Stijn en Maaike en wij zijn afgestudeerd met de korte absurdistische zwart-komische fictiefilm Een hond die helpt. En wij zijn genomineerd voor de HKU Award binnen de categorie artistieke prestatie. We gebruiken een interessante techniek in deze film. Iets wat niet heel vaak gedaan wordt. We hebben het hele decor in miniatuur gebouwd en dat gecombineerd met echte personages die vervolgens in die wereld worden verwerkt. Je bent ook de hele tijd tussendoor bezig om weer nieuwe dingen te leren. Want dan moet je in één keer weer leren hoe je een visgraatvloer legt of hoe je miniatuur licht omzet. En dat hebben we denk ik blijven doen tot aan de laatste draaidagen op de set. Iets traditionele manier van film maken, daar is het iets duidelijker hoe je te werk moet gaan. En hier was het echt een zoektocht in alle opzichten. Op welke schaal moeten we werken in de miniatuur? Welke lenzen moeten we gebruiken? Dus alles is uitgedacht, alles is uitgetekend. Gewoon doen en kijken en nog een keer doen. We zitten eigenlijk constant het wiel opnieuw uit te vinden, want je weet gewoon niet hoe je op deze manier film moet maken.